Hey gasten, Skillman hier en vandaag de nieuwe episode van Online Soccer Manager. We gaan kijken naar de wedstrijden van vandaag. Zoals je nu al leest heb ik 2-1 verloren van Toulouse. Dat is echt, echt slecht en er moet een hoop veranderen. En we gaan kijken naar een aantal nieuwe aankopen, want ik ben weer wat armer. Ik ben nu 7 miljoen in de kas. En we gaan kijken naar de trainingen, uiteraard. En naar de wedstrijd van morgen. Dus dat wordt hem weer voor vandaag. We gaan kijken. De eerste speeldag weer: Toulouse tegen Olympique Lyon. Helaas 2-1 verloren. Uh, we begonnen de wedstrijd ook al slecht. Want we kwamen al 2-0 achterstand met een gele kaart. Gurkuf nog eens geblesseerd ook. Van komt erin. En scoort wel gelijk de minuut daarna. Dus. Ja, ik had hem misschien beter op kunnen stellen in plaats van kunnen wisselen. Fofanaas heeft dus in ieder geval gescoord voor ons. Maar Toulouse speelde ook 6-3-1 gewoon. Wat is dat toch met al die teams die hier uitermate verdedigend lopen te spelen? Dat is toch helemaal niet leuk. En als je kijkt, het balbezit en uh, verdeelt toch wel redelijk, uh, iets meer voor Toulouse, maar iets minder voor uh, ons dan ook. Dus 62% veldverhouding. We hebben vijf doelpogingen gecreëerd en wel uh, drie corners, een corner meer dan de tegenstander. Maar ja, als jij tegen een 9-man muur oploopt, dan kun je ook helemaal niks er tegen doen. Het lijkt wel alsof iedereen helemaal bang is voor een tegenstander hier. En ook als je kijkt naar hun ratings, ze hebben allemaal heel goed gespeeld dus. En alleen voor vanaf bij ons, uh, samen met Gonalon Grenier en Leandro Castan, de nieuwe speler, hebben redelijk gepresteerd. We gaan kijken naar de overige uitslagen. Montpellier en Rennes hebben gelijk gespeeld, zoals ook nice en PSG. Olympique Marseille wint met 2-1 van Sochaux, Evian 3-1 verloren van Valenciennes, Saint-Etienne wint met 4-2 van Monaco, dat ook een dramatische start van het seizoen heeft. Reims met 2-0 verliest uh, deze wedstrijd van Nantes en Bastia dan 2-1 gewonnen tegen Lille en van de Gincamp tegen Bordeaux 2-2, Lorient als allerlaatste dan tegen Ajaccio 1-0. Kijken we naar de stand dan zien we dat bovenaan Saint-Etienne staat en tweede Bordeaux staat. Albei die teams die uitermate verdedigend staan. Uh, en dat wij eigenlijk op die vijftiende plaats nu pas bungelen. Uh, we moeten dus omhoog. Helemaal de volgende wedstrijd, als ik me niet vergis, is tegen Ren En die staan achtste. Uh, we hebben pas vier punten. De, uh, het is momenteel vrij uitzichtloos naar de top. Uh, nee, we moeten tegen Bastia zo te zien. En Bastia die staat vierde. Dat is helemaal een zware wedstrijd. Ik kijk even naar de tegenstanders. Ze zijn wel allemaal vrij moe. Dus misschien zit er wat in het vat voor ons. We kijken even naar de opstelling. Want ik heb het hele team aangepast. We spelen nu 4-4-2 A. Met Gomis en Benzia. Benzia maakt zijn basis. Uh, zijn debuut in de basis, moet ik zeggen. 17-jarige speler van ons. Zuniga is de nieuwe aankoop. Met 90 aanvallen 85 verdedigend. Heerlijke aankoop, lijkt mij. Om uh, het seizoen mee verder te gaan. Cherouk speelt de volgende wedstrijd net als Gonalo en Grenier. Ik wil deze twee trouwens even omwisselen. Bedimo, Bizavac, Umtiti en Castro uh, maken het, uh, het verdedigende team. Compleet. Kijk maar even naar de tactiek, want daar heb ik ook het een en ander aangepast. Zoals je nu ziet, ga ik uh, van opbouwen naar achteruit meer op schieten van afstand doen. Wil ik de middenvelders neutraal hebben en de verdedigers achterin. We blijven alleen maar aanvallen. We willen het baltempo iets omlaag schroeven en de pressie ongeveer op 70% zetten. Bevestig de tactiek. Zo gaan we iets meer. Uh, gebalanceerd spelen en iets meer schieten van afstand. Dat is wel het voordeel met vier middenvelders. Maar wat ik merkte is dat de verdedigers... Berrimo en, uh, moet ik eigenlijk even zeggen, Lopez... dat die twee niet erg langs uh, opkwamen. Dus achterin blijven maar lekker steken... en ook de middenvelders die blijven niet echt naar voren gaan. Dus daarom speel ik nu zo en kijk of het beter gaat. We gaan even kijken naar wat er op de transferlijst allemaal staat momenteel. En dan zien we dat Camaranesi nieuw is... Met 14,9 uh, miljoen. En dat hebben we niet. Maar anders hadden we hem waarschijnlijk ook niet gekocht. Eder is gezakt naar 8,9 miljoen. En Donovan ook naar 7,6 miljoen. Maar ja, we hebben het geld niet. Dus wat gaan we nu doen? We gaan kijken. Magnussen is 317.000 waard. Is niet een uh, interessante optie voor ons. Die Samsonov is het. 1,1 miljoen waard. Is een mooie optie om die te kopen. En geen zorgen. We verkopen ze ook door. Want wat we doen. Kijk, krijgen we nu Samsung gekocht? We zetten hem er nu gewoon op voor 1,8 miljoen ongeveer. Als hij dan aan de computer verkoopt, hebben we toch een mooie winst. Um, we kijken even verder naar wat er allemaal. Oh, wat zijn er mensen op Skype momenteel bezig? Uh, wat er allemaal verder gebeurt. Moraal van een hoop spelers gaat dus omlaag, omdat we uh, niet echt in de winst aan het uh, behalen zijn. Uh, Grenier, Gonelon, Sheru en Zuniga staan nog steeds in de basis. Eigenlijk kunnen we straks wel weer een middenvelder lozen. Moeten we even kijken. Misschien gaat dat Gezal worden. Krijgen we weer een klein bedrag in de kas. Gaan we nog even naar de training toe. Trainingen zijn al ingesteld door mij. Lacazette, Tolisso, Frik en Balouli. Eigenlijk dezelfde vier als de vorige keer. Behalve dan Benzia. Benzia staat nu in de basis. En Lacazette er dus nu in om te trainen. Uh, en ook kijken dat... Uh... ...wat de updates zijn. Verder Benzia is wel één omhoog gegaan. Balouli zijn twee omhoog. En dan Frick ook nog één omhoog. Verder Tolisso niet. Gaan we nog één keer naar het speelschema kijken voor nu. En dan zien we dus dat wij tegen Bastia thuis mogen spelen, eindelijk. Nantes tegen Saint-Etienne speelt Bordeaux. Lorient Ajaccio tegen Olympique Marseille. Socio tegen Montpellier. Monaco tegen Toulouse. Valenciennes tegen Ennevan de Gingamp, Lille tegen Evian. Rennes tegen Nice. En als laatste PSG tegen Reims. Dit zijn de wedstrijden voor de aankomende keer. Ik check jou morgen weer met een nieuwe update. Later dus.